dan is die goed en beteren. Goed? Zo. Op anderhalve meter afstand. Allemaal op de buik. Ik ben klaar, meneer. Welkom. In de mens. Laat het thuis. Ik ga het even googelen voor jullie. Wauw, dat zijn jullie ticketje in de Brussel. Lenig als elastiek. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is vandaag dinsdagochtend. We zitten lekker aan ons ontbijt. Zometeen gaan we eventjes lekker de Belly Steus doen. Ja. Maar dan na de Belly Steus, hoe krijgen we visite? Op anderhalve meter afstand. Ja, maar wie? Maar wie dan, Luan? En Lucilla? Het Jeugdjournaal. Het Jeugdjournaal. Hoe leuk is dat? Het Jeugdjournaal komt ons kijkersvragen stellen. Ja, met een iPad of zo. Dat ze op de zondag altijd uitzenden op tv. Ja. Heel erg leuk. Dus ze beleven met ons mee. Zo, Lucilla is aan het spelen met het winkeltje. En Lucilla die krijgt een klant in de winkel. En dat is mama Lux. Hallo mevrouw, mag ik een appeltje kopen? Ja. Ik wil graag 3 appeltjes. Wat kost 1 appeltje? Voor 1 euro. Wat moet ik dan betalen als ik 3 appeltjes neem? Ja! Zo, alsjeblieft mevrouw. 3 euro. Dankjewel voor de appeltjes. Dat is begrijpend spelen en leren, Lux. En we zitten daar nu aan. Wel een keer. Dat bedoel ik maar. Ik wil 1 beker melk voor jou. En ik wil een spiegeltje voor jou. Ik denk dat het goed is. Oh, sorry. Wat kost een beker melk? 2 euro en die kun je dan voor 1 euro doen. Wat is het dan samen? 2 euro en... 1 euro, wat is dat? Ja, dat is ook 3 euro. Nou, weer 3 euro. Dus dat wordt nog net zo goed in rekenen als Luan. 2. En dan heb ik een spiegeltje, die was 1 euro. En dan heb ik nog een appeltje, dat is ook 1 euro. Hoeveel euro is het samen? 8 euro. 8 euro? Hartstikke goed. Ik kan ook. 9,5 euro. Luxie. Hoe heet jij? En? Kijk, Luxie kan het ook. Hoe heet jij? Alles begint met. Nog een keer. Plus 1 is 2. Nog een keer. Nou, ontbijt eens op. Nu aan, er liggen je boekjes weer. Ga je weer beginnen met je thuiswerk? Ja. Ik ga dit doen! Oh, zet hem op, ja. En we zitten aan begrijpend rekenen. Nou, fijne Belly Steus hond doen mensen. Mooi, Luxie. Wat is er, Lucilla? Eens even kijken. Zet de letters in de juiste rij en maak de woordjes compleet. Dat is nog een beetje lastig voor jou. Maar het doolhofje kan je wel. Of deze kan je ook. Kijk eens. Verbind de meest gevulde borden met elkaar. En kleur de borden in. En hoe gaat het bij Luan? Goed. Oh. 1 wagonnetje zitten er 2. Hoeveel zitten er dan? 1, 3. Mam. Dan heb je dus de som. 3. Of 2 keer 3. Of 4. Ja, dat was met 2 wagonnetjes. Nou heb je er 3. 3. Ik heb een heel leuk spelletje voor Nijntje gevonden. Dat is nog een spelletje van Lucilla. Van toen ze klein was. Kijk eens, Lux. Lux, kijk eens. Moet je met de dobbelsteen, heb je hier een plaatje met allemaal ballonnetjes. En dan mag je met de dobbelsteen gooien. En dan is hij groen. Ja. Oranje. En dan zoek je het. Kijk eens, liefie. Dan heb je hier de ballonnetjes. En dan moet je de goede kleur ballonnetjes op de goede ballonnetjes leggen. Zo. Oh, dat kan jij goed, Luxie. Ja, waar moet hij op? Waar moet blauw? Ja, Lucilla. Goed. Even kijken. Deze. Omcirkel de kleinste groep van deze dieren. Oh, dat is een lakkerij. Maar dit is geen groep. De kleinste groep. Dus dit is een groepje, dit is een groepje, dit is een groepje, dat is een groepje. Welk dier is net echt het kleinste? Die zijn groepjes. Of die? Die van maag. Ja. Vind ik lekker voor
Ja. Ik zie, dit is wit. Wit. En deze is groen. En die is blauw. En die is geel. Zie je dat? Ja, maar weet je wat het leuke spelletje ervan is? Dat je met de dobbelsteen moet gooien. Dus halen we ze eerst even af. Kijk, en dan gaan we met de dobbelsteen. Wat gooi je met de dobbelsteen? Ja. En dan heb je oranje. Oranje. Waar is oranje? Zoek het ja, goed zo. En dan pak ik oranje ballonnetje. Pak het oranje ballonnetje maar. En dan leg je het oranje ballonnetje op oranje. Ja, zo. En nog een keer met de dobbelsteen. Ja, groen. Waar is groen? Heel goed, Luxie. Leg je maar op het groene ballonnetje. Ja! Pak je met de dobbelsteen. Oh, dat was een groen. Die had je al. Nog een keer. 1, 2. Geel. Waar is geel? Ja, goed zo. Leg die wel op geel. Ja! Nog een keer. Pak maar met de dobbelsteen. Eerst gooi je met de dobbelsteen. Eerst gooi je iets met de dobbelsteen. Oh. Op de tafel. Hij was groen. Of wil je blauw? Oké, dat mag. Dan doen we blauw. Goed zo! Wil je nog een keer gooien? Nou, moet je nog rood of wit? Ga maar gooien. Blauw, die had je al. Nog een keer gooien. Wit! Goed zo! Waar is wit? Ja, heel goed. Mama, ja, heb ik dood. Dat is goed. Ja. Goed zo! Ja. Als ik nu zo kijk, dan vind ik het leuk. Vind je het leuk? Ja. Je mag al meedoen. Oké. Okay. Ik heb nog meer blaadjes. Kijk, dat is eigenlijk een hele makkelijk spelletje voor jou. Nee. Dit nijntjespelletje, dat is deze. Deze is dus, die heb ik echt al heel lang. Deze is toen Cilla nog klein was. Ik zie deze. Ja? Maar deze voor mij makkelijk. En heeft Cilla super veel meegespeeld? En Luxie vindt hem ook leuk, hè? Oh, ja, ik ga hem uit de kast gepakt. Ja. En dan ga ik weer even switchen naar Luan. Want Luan is hier bezig met zijn wereld in getallenboek. Moet ik eens even nakijken? 3. Nee, deze is niet goed, liefie. Je gaat iedere keer per 5 weer verder. Want als je er 3 in een wagonnetje hebt, dan zitten 5 kindjes in. Kijk, heb je hier je telraam. Kijk, je telraampje. 5. 5. En dan weer een keer 5. Hoeveel is dat dan? Dat is 15, hè? En niet 13. Dus dat is niet goed. En die is ook niet goed. Dit is 4 keer 5. Kijk, wat is 4 keer 5? Wat is dit? 20. 20. Ik moest even verbeteren. Goed? Gaat het goed, spelletje? Ja, maar ik mag niet de dobbelsteen. Oh, mag je niet de dobbelsteen? Luxie, ga maar met de dobbelsteen. 1, 2. Luxie, welke kleur wil je? Dit. Doe maar gooien. Oh, geel. Goed zo. Geef nou maar de dobbelsteen aan Lucilla. Mag Lucilla gooien? Ja, Luxie vindt het nog lastig om samen te spelen, liefie. Dat moet ze nog leren. Dat is voor haar een leerproces. Luxie, geef de dobbelsteen maar aan Lucilla. Luxie? Luxie? Luxie. 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 Nou, wat heel gezellig. Luxie, waar is de dobbelsteen? Waar is dat? Ga je die opeten? Echt waar? Hé, hey, Luxie, zullen we de dobbelsteen aan Lucilla geven? Mag Lucilla gooien? Gaan we kijken wat Lucilla gaat krijgen. Hé, hey. Wat zal Lucilla gooien dan? Oh, ik weet wat. Mag jij voor Lucilla gooien? Gooi maar. Gooi maar, Lucilla, Luxie. Gooi maar de dobbelsteen. Gaan we kijken wat je gooit. Welke kleur wordt het? Oh, welke kleur wordt het? Gooi maar. Nou, ik ben bang dat dit niet gaat lukken. Ja! Goed zo. En dan mag Lucilla. Nou, Lucilla heeft net gegooid. Buiten camera om, want Luxie moest heel hard huilen. Maar nu is Luxie weer. Wat had je gegooid, Luxie? Groen. Groen? Ja. Ja?
pak groen dan. Waar is groen? Waar is groen? Waar is groen? Nee, dat is rood. Rood. Dat is rood. Waar is groen? Dit is groen, hè? Nou is Lucilla weer. Geef de dobbelsteen maar weer aan Lucilla. Ja, dobbelsteen weer aan Lucilla. Oké, okay. Maar Marcel, dan ben jij weer. Jij bent zo meteen weer. Wit. Wit. Jij bent. Goed zo, nou ben jij weer. Goed zo, doe maar gooien. Oranje. Maar die had je al. Doe maar nog een keer gooien. Blauw. Kijk eens, die heb je nog niet. Zoek maar blauw. Waar is de blauw? Ja. Mam, moet ik zo? En 11 doen? Ja, twee bladzijden. Terwijl de kinderen hier nog even lekker met hun schoolwerkjes bezig zijn, krijgen wij zometeen visite op 1,5 meter afstand. Want het jeugdjournaal komt bij ons langs. Ze hadden ons gevraagd of wij het leuk zouden vinden om wat kijkersvragen te beantwoorden voor in hun uitzending. Of op YouTube, weet ik niet precies. Of misschien allebei, ik weet het niet echt. Maar goed, dat gaan we vanzelf zien. Superleuk natuurlijk dat het jeugdjournaal bij ons gewoon thuis komt. Dus we gaan zo meteen eens kijken wat voor leuke vragen ze hebben. Maar eerst moeten de kinderen eventjes verder met hun huiswerk. Voordat we zo meteen de gezellige visite kunnen ontvangen. Ik heb net Woezel en Pip lekker uitgelaten. En jeugdjournaal wou eerst eventjes gaan filmen, misschien in het park. Maar het is toch wat winderig en koud. Dus we gaan de setting waarschijnlijk net zo maken als met onze live meet and greet. Ja, maar door de 1,5 meter kunnen we niet met z'n allen tegelijk in de woonkamer. Dus wij moeten even naar boven toe, zodat de crew even hier alles kan opbouwen voor de filmset, zeg maar. En dan kunnen we weer naar beneden met 1,5 meter afstand. En dan kunnen we zetten jullie op statiefje erbij. Dus, ja, even alles mee in de woonkamer. Nou oké, daar is de geluidsman en de cameraman in de achterteun. Maar de achterteun was ook te koud. Ja, het is heel koud en heel winderig. Een noorderwindje. Ja, moeten de kleedjes naar achteren. Oh ja, ja. Ja, dat doet papa zo. Oké, ja. Nou, ik ga met de man alles opbouwen. Kijk, we hebben ook iets slims bedacht. Ze gaan via de achterteun alle spullen laden en lossen. Hier is het lekker warm. Simon wilde even TikTokjes kijken, hè? Ja, mam. Ja, kijk, jij er ook bij. Ik kom er bij. 1, 2. Oh, allemaal op de bank. Oh. Allemaal op de bank. Nou, ga even TikTok kijken, Luc. Dan ga je hier naar TikTok. Ja? En wat je eerst dan doet, ga je naar ik. Ja? Dan mag je zelf bepalen of je die. Of dat je die wil. Ik wil die. Ja? En dan ga ik hier naartoe. Ja? Dan pak ik dit filmpje. En dan ga ik naar haar kanaal toe. En zij heeft heel erg veel, verhaaltjes. Kijk, zo ontdekken jullie ons steeds meer op TikTok, hè jongen? Ja. We zijn klaar, meneer Geriemer. Ja. Filmen ze dat wij op interview komen. In ons eigen knusse huisje. Ja. Dat is wel grappig. Heb je er een beetje zin in, Luan? Ja, natuurlijk altijd. Oh, super. Zeg maar hallo, jeugdjournaal. Hallo. Hallo. Welkom. Cool, hè? Kijk eens, de grote camera's. Tamara, welkom. En de cameraman. Gezellig. Waar zijn de roesje en Pip? Oh ja, zal ik even roepen? En de geluidsman, hallo geluidsman. Ik haal de honden nog even op. Kom, in de bench. Kom, in de bench. Kom, jullie mogen ook op het jeugdjournaal. Kom op. Zo, dat hing nog in de deur. Kom. Kom maar. Tieren. Kom maar, kom maar. Sammy de hamster die slaapt, hè? Dus die laat hem maar in het kooitje, toch? Ja. Nou, gezellig. Leuk dat jullie op visite zijn. Ja, hartstikke leuk. Ja, top. Ik ga ook op de bank zitten. Ja, als jij gaat zitten, dan kan ik natuurlijk afstand van. Denk jullie altijd weer van jou? Nou, nu wel vaak wel. Ja, wel iets vaker. Ja, maar ik kijk het wel vaker. Dan blijf je op de hoogte, hè? Kijk je normaal ook op school dan? Eigenlijk vaak als je in groep 4 zit, dan kijk je dat vaak. Oh. En dan doe ik op de iPad. Ja. En dan kan ik weer lenzen wisselen. Ja. Want ik dacht, wij houden jullie heel goed aan de alle coronaregels. Ja, ja. Dus hoe doen jullie dat nu? Wij blijven thuis. We vermaken ons een beetje in ons huis en in de tuin en in het parkje natuurlijk wat we hier voor ons hebben. Dat we nog even de honden uit kunnen laten. Maar voor de rest vermaken we, tenminste we doen ons best om ons te vermaken in huis. We gaan helemaal niet weg? Nee, ja, wandelen. Een stukje fietsen. En jullie, spelen jullie nog met vriendjes en vriendinnetjes? Heel soms, maar altijd bij afstand. Ja? Ja. Dus je gaat niet meer gewoon buiten spelen? Zo. Nou, dat wel, maar als er geen mensen buiten zijn. Gewoon met z'n drietjes. Ja. Dit is heel nat. Ik moet even
Jezus, ja. Daarom maak ik ook ik ga de iPad gewoon extra goed schoonmaken. Om alle veiligheidsregels. En dan geef ik hem aan jullie. En op de iPad staan allemaal vragen van kinderen. Oh, die ze naar ons hebben gestuurd. Die gaan we er gewoon even zijn het kleine filmpjes? Ja, het zijn filmpjes. Dus dan moet je Kennen ze allemaal even kijken. Lucilla vindt vragen beantwoorden wat spannend altijd. Snap ik, schat. Dus hij vindt het leuk om gewoon lekker te kijken. Helemaal die babbeltol weg. Ja. Ja hoor. Jij bent... Als je wat wil zeggen, mag je ook wat zeggen. Want in de komende serie heb je heel veel tekst gaan. Zullen we hem geven? Ja hoor. Zal ik hem aan jou geven dan? Ja hoor. Alsjeblieft. En het leukste weet ik, heeft ook kindjes en die heeft ook al een vlogje gemaakt. Dus die weet een beetje hoe dit voelt. En dan hebben we ook zo'n beetje gevoeld. Ga ik nog even. Ja, daar waren wij al. Zij hadden jullie al gezien. Ja, jullie ook. We hebben elkaar heel uitgebreid gesproken. Jee, dat is zo druk voor mensen. Ja, jullie hebben wel jullie eigen hallo. Dus misschien hebben jullie eigen hallo. Ja, dan ben ik als familievloggers, dus ik kan nog wel doen. Ja, oké. Okay. En dan in deze camera? Ja. 1, 2, 3. Hoi! Wij zijn de Delegaas. Goed, familievloggers. Leuk dat je weer kijkt. Ja. Daar ben je ook snel. Ja, hoe gezellig. Heel gezellig. Ik vind het wel leuk. We hebben een vraag op de iPad gekregen. Ja. Tamara. Dus klik de eerste vraag maar aan. Hoi, ik ben Teerse. En mijn vraag is, doen jullie ook nog ander werk dan YouTube? Nou, we doen niet echt andere dingen, mama. Nee, mama heeft vroeger wel altijd fulltime gewerkt in de schoenenwinkel. En papa was ZZP'er als personal coach. Ja, en de coach. En zo is eigenlijk ons YouTube-kanaal ontstaan. Ja, dat papa en mama dachten van, we willen het meer online kunnen gaan doen. Vanuit Snak en VTV was dat toen ook. Ja, coach. Gaat ook 7 jaar geleden. Lang geleden. Het is maar inmiddels, kunnen we hier onze boodschappen van doen. Ja. En dan hebben we een mooi videodagboek, hè? Even kijken. Ja, voor eentje voor altijd. Gaan jullie het stoppen ooit? Weet je niet gewoon wanneer we het leuk vinden? Ja, dat. Voorlopig niet dus. Nee, ik vind het mooi om deze tijd ook als herinnering vast te vinden. Dus. Als je het echt verlaat, dan ben je wel elke dag wel... Maar als je misschien aan de kamers in New York zit, zeg je ook ja, soms. Ja. Plus uitbesteden kost heel veel geld in deze wereld. Ja, maar dan is het
helemaal niet meer leuk. Superleuke vraagjes voor jullie gekregen hier allemaal. Die hebben ze net allemaal beantwoord. Dus het komt ook op YouTube? Ja. Op zondag. Ja, maar het is helaas niet. Op de zondaguitzending bij het Jeugdjournaal. En op YouTube. En op YouTube van NOS. Dus wij zeggen Tamara. Dankjewel. Dankjewel. Nee, jullie bedankt voor het interview. Tot de volgende keer. Doei. Enthousiast dat we hier weggaan. Ja, 4 dagen weer. Hey, tot de volgende keer, hè. Graag gedaan. Ja, wel duidelijk. 4 dagen de tuin. Ja, dan waren we weer alleen. Maar het is heel raar om geen hand te geven. Ja, even gezellig nog op de bank te zitten. Maar het ging wel goed zo. Het was heel erg leuk. Ons huis is net groot genoeg. Hey. Lunch kunnen maken. Hoi, jongens. En dat was het Jeugdjournaal. 4 dagen de tuin. Weer terug in de auto. Zo, nou moeder. Ja, het is tijd voor de lunch. Kom je aan tafel? Ja, we gaan lekker lunch. Aan tafel. Zo, terwijl Luxie even een lekker middagslaapje bij mama doet. En Varon vast een beetje de vlog kan wegrediten. Ga ik met Luan en Lucilla eens even kijken. Ja, dat is superblij. Vertel eens, jullie waren even met Woezel en Pip al weg. Ja. Waar waren jullie? Bij een schrijntje? Oh, ja, wat hebben jullie daar gevonden? Zo'n soort blauwe torretjes, blauwe mieren. Oeh, snel dicht. Ze kunnen misschien giftig zijn, maar we gaan het seintje. Kom, Woezel Pip. Kom, kom. Kom, Pip. Ga zonder baan op het seintje. Kom. Ga mee, Woezel. Ja, Woezel wil wel. Ik denk dat we wel wat kunnen vinden. Daar kan hij mooi in. Oké, doe. Naar ons voortuig seintje. Hé, de tent staat er nog steeds na de storm. Zie je dat? Ja. Ik heb hem extra vastgezet gisteravond. Maar super. Nou, Pip, kom. Ja, daar is Pip. Op naar het strand. Laat zien. Hey, maar wel voorzichtig zijn, hè. Want ze kunnen misschien bijten, dat weet ik niet. Dan moet ik even googelen misschien. Maar ik heb ze niet. Maar het zijn geen mieren, maar het zijn kevertjes. Blauwe kevertjes. Ga ik even kijken of ze niet giftig zijn, hè. Nou. En als jullie wat hebben gevonden, papa roepen, hè? Ja, maar pa. Ja, eens kijken. Ze hebben een beetje geel. Ja, blauw-gelig-achtige torretjes. Nou, hey, weet je wie het was alweer? Freek in het wild. Die zou wel weten. Nou, ik ga het even googelen voor jullie, ja? Hou weer eentje. Die is het. Papa is zo trots op jullie, jongens. Ik zit op een drankje. Hé, hey. Ja? Ja, ze zijn snelle kevertjes. Heel nou, snelle. Goeie speurtocht toegewenst, hè? Ja, dank je. Ik heb eten voor ze. Ah, lekker. Vers gras. Nou, zil. Vind het wel lekker. Moeten. Daar denk ik, daar. Kijk eens. Hele groene struiken. Ja. Een echte jungle. Dit is de Bellinghuis jungle, dit. En pap, goed uitkijken voor dit. Ja, ja. Die hebben dit over gebouwd. Dat zijn boomschonkjes. Die hebben de tuinman afgezaagd, anders werd het niet zo mooi. Hè? Zo, ik zit hier een beetje in de loeten. Uit de wind, staat een hard windje vandaag. Vara, die zei al, laat Lucille ook maar lekker in het zand spelen. Hé, hey, Woezel. Woezel is de strandwacht. En Lucille, wat ben je aan het maken, Sil? Silla is natuurlijk weer zandkasteeltjes aan het maken. Hoor, daar is Pipje en Woezel. Hé, hey, jongens. Lekker hier zo, hè. Lekker zo, hè. Ja, uit de wind. Uit de wind bij Baasje. Nou, en Luan is natuurlijk helemaal geïnspireerd door Freek in het wild. Met diertjes zoeken. Wat is het vandaag weer mooi. Dag zandprinses. Goed zo, zandprinses. Lekker spelen. Waarom vind jij zand zo leuk? Oh. Nou, fijn met zo'n strand aan huis, hè? Kon je niet laten. Geen natte voeten? Nee. Dat heb je slim gedaan. Hé, hey, Woezel. Santa's. Hup, kom. Hette. Dat is braaf. Woezel. Pst, kom. Hette. Op het bankje. Zo, zit. Daar ben je af. Het heeft te lang niet geregend, zeiden ze op het Jeugdjournaal. De aarde heeft veel water nodig. Oh, dat is slim. Wauw, dat is een mooie zandkasteel, Lucilla. Dat is mooi. Woezel en Pip zijn ook helemaal dol. Hé, hey, zijn jullie tikketje aan het doen? Kijk dan. Woezel, Pip. Woezel.
Ja, het is zo leuk op het strand. Even een stoppetje aan doen met Pip. Pak hem, Pip. Pak hem. Pak hem. Het slovertje. Waar is Pip? Waar is Pip? Waar is Wozel? Huh? Waar is hij nou? Waar is Wozel? Oh, daar! Wozel! Wozel! Daar! Wozel, hier! Wozel! Hier is Pip! Ja, pak hem, Pip! Wozel! Wozel! Wat doe je nou? Zilla, heb je een handdoek? Wozel! Wat doe je nou, vriendje? Van het uitlopen krijg je het warm. Dan denk ik, Wozel, geen probleem. Dan neem ik even een duik in de vijver. Ach, mijn jongen toch. Ook moet ik met jou. Heb je vanavond weer een bad, Pip? Wat heeft Wozel nou gedaan? Kreeg hij het zo warm van het hardlopen met jou? Wozel en Pip. Spelen altijd met elkaar. Kom, gaan we nou weer lekker terug naar huis. Limonade drinken. Wozel is helemaal nat, hè? Die moet opdrogen in de zon. Wozel. Pip, gaan jullie mee? Zo, en we zijn weer terug in ons voortuintje. En acrobaat Luan laat dan weer een kunstje zien. Welke laat je zien, vriend? Oeh. Je bent zo lenig als elastiek, jongen. Zo, 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 zo. Oeh, pas op, hoor. Luan de acrobaat, hè? Oh, Lucilla staat daar even lekker in de zomerkeuken. Wat ben je aan het doen, Lucilla, in je zomerkeuken? Ik heb nog die kevers van me. Oké, okay. Ik vind het voor mij. Nee. Dat kan, want je wil roos. Jullie vermaken je prima, jongens, met de parterie. Ja, die heb ik hierin gedaan. Oh, gelukkig. In het laboratorium, hè? Ja, ik dacht dat je even zit vrij had. Altijd samen blijven, hè? Tot straks. Inmiddels is Luxie ook alweer wakker. Wil je een pepperkaartje, schatje? Kijk eens, mama heeft een lekker bordje met groentjes. Zoek er maar in uit. Oh, alvast, 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 oh, alvast. Goed zo. Zet hem maar op de tafel. Ja, wat goed van jou. Wou je het hele bord pakken? Zoek er maar eentje uit. Kan je ook eentje aan Lucilla geven? Ja, geef maar iets aan Lucilla. Wat wil je aan Lucilla geven? Kijk eens. Kijk eens, Sil. Lucilla zit lekker tv te kijken. Hun tomaatje. Luan die was nog even met zijn huiswerk bezig, want hij had nog een spellingsopdrachtje. Terwijl Luan nog even zijn huiswerk doet, gaat mama vast koken. Goed? Eet jij een lekker paprikaatje? Ja. Oeh, wat lekker, hè? Het is gezonde. Bordje, groentjes van mama. Wat gaan we eten vanavond, lieverd? Groentjes. Wat gaan we eten? Macaroni, à la mama. Oh, vanavond à la mama. Niet zo heel bijzonder, hoor. Begint er lekker te ruiken. Niet zo bijzonder als die van Alla Papa. Ik vind het wel grappig. We eten de rauwe groenten. En dan straks de pasta. Maar weet je waarom dat is? Anders eten de kinderen de groenten niet. Nu eten ze wel zo tussendoor een beetje rauwe groenten. Ik zeg slim bedacht, hè? Ja, slim bedacht. Ja. Ja. Ik sproei. Heel goed. En wat is dit? Ik? Ik strooi. Nou, strooi. Schrijf op. Ja, je bent er helemaal bijna weer bij met je huiswerk vandaag, hoor. Ja. Top gedaan, hè? Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En op Joost's kanaal, YouTube kanaal, kun je de interview helemaal terugzien. Ja, en dan zien jullie morgen weer. Wel even het linkje onder de video zetten. Ja. Tot morgen. Tot morgen. Volg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boom, 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 mee. Dans mee en blijf in staan.